De dubbele winsel. We hebben weer een kort eind en een lang eind. Het korte eind pakken we iets hoger, omdat we meer stof nodig hebben voor het knopen van de das. We gaan vervolgens met het lange eind over het korte eind en halen het lange eind tussendoor. Vervolgens schuiven we de knoop dan onderdoor en gaan van met het lange eind weer ertussendoor. Dan krijg je vervolgens een driehoekje, dat is een goed controlepunt voor een dubbele winsel. We gaan met lang over het hele gedeelte heen en halen hem weer tussendoor. En vervolgens halen we de lange eindjes door de lus heen en kunnen we de knoop aanschuiven. Al naar gelang de dikte van de knoop kun je hem strak of losser laten. Nu schuiven we hem omhoog en is de knoop klaar.